Het gemeentebestuur van Dronten wil de weekmarkt verplaatsen van het Meerpaplein naar het parkeerterrein aan de Schans. Een grote meerderheid van de inwoners ziet dat helemaal niet zitten, zo bleek onlangs uit de zomerenquête van de Drontenaar.nl. Volgens BMW zijn de marktkooplieden voor de verhuizing. Een rondgang over de markt leert dat dit iets genuanceerder ligt. Niet doen. Hart van het centrum. En voor de gemeenschap ook. En het is een evenement, een plein. En waarom moet je dit evenement wegbrengen naar een andere plek? Ik vind het een goed plan. De markt, kooplui staan er wat dichter bij elkaar. Het is voor de mensen wat gezelliger. We hebben hier een prachtig plein. Het is een evenementenplein. En ik sta hier uitstekend en van ons, wat mij betreft, mooi zo laten. En dat is mede omdat het daar een wat knussere markt kan zijn dan het hier. Dit is een heel open terrein met daar nog eens een keer een bank in de midden, wat heel leuk is voor mensen om op te zitten, maar het deelt de markt ook in tweeën. En daar heb je gewoon een hele knusse markt kunnen maken. Zowel de handelaren zullen er blij mee zijn en ik denk de winkeliers ook. Ja, op zich wel een heel goed idee, maar de omzet is daar beter. Alleen de aanrijroute, dat vind ik een stuk minder. Dus je bent er nog niet helemaal uit eigenlijk? Nee, nog niet 100%. Echt niet. Dat aanloop daar beter is, mensen dichtbij kunnen parkeren en ook de fietsen gewoon dichtbij neer kunnen zetten. En dat ze daarna door kunnen lopen naar de supermarkt. Voor de mensen een betere gelegenheid om te kunnen parkeren daar. En het is wat makkelijker naar de supermarkt toe, naar heen en weer te lopen. En het staat wat dichter bij elkaar, dus het is wat meer een goed gevulde markt, zeg maar, voor het zicht. Laten we hier maar mooi blijven. Waarom? Nou, we zijn hier gewend, het volk is eraan gewend. Voor mij hoeft het niet meer. De markt is veel gezelliger. Heel veel klanten zeggen dat ook. Er lopen veel meer mensen 's ochtends. Het begint zo'n anderhalf uur eerder dan hier. Om 8:30, 9:00 heb je daar al volop klandizie. En dat begint hier echt wel een dikke uur later. Mensen kunnen achter je parkeren. Je staat overal tussenin. Je hebt 3 grote supermarkten, je hebt een zorgcentrum. Er is daar veel meer aanloop. Ook een hoop jonge publiek. Dus voor ons is het zeker een goeie. Ik heb hier een mooie ruimte. En op de parkeerterrein is het allemaal wat smaller en wat beperkter voor mij. En onze handel moeten we kunnen uitstallen om het goed te kunnen verkopen. En als de ruimte er niet ligt, kunnen we dat niet uitpakken. Doordat de markt een stuk compacter is, krijg je meer dat marktgevoel. Creëer je meer dat marktgevoel. En daarnaast is het voor de gelegenheid, parkeergelegenheid. De klanten lopen door de markt heen naar de winkelstraat toe. Waardoor mensen dus ook meer dat indruk krijgen van de markt, hoe het in elkaar steekt. Wij hebben daar een aantal keer gestaan en dat is heel veel positieve reactie gehad.